zijn aan boord van de SS Rotterdam. Het passagiersschip wat voor de Nederlandse koopvaardij gevaren heeft tot aan het jaar 2000 ongeveer. En dit is een hele bijzondere plek, want het is een stukje industrieel erfgoed. En wij als Radio Zendamateurs mogen hier gebruik maken van de faciliteiten. Maar ook op de brug hebben we daar ons radiostation ingericht. Op het station wat PJ4 Hal, daar hebben we de mogelijkheden dat we dus kunnen werken met korte golf, telefonie, telegrafie. Maar ook met eventuele digitale modus. Wat dan wel door de operator zelf meegenomen moet worden. We hebben zelf de faciliteiten voor de, wat ik zo al zei, dus de HF-banden in voornamelijk CB en in SSB. De verbindingen tot nu toe, dat is eigenlijk wereldwijd. Het zijn de verbindingen die normaal niet op de 7 MHz, 14 MHz, 21 MHz kunnen maken. Dat zijn het is wereldwijd, voornamelijk Europa. Rondom de frequenties, de spotfrequenties die voor maritieme historische schepen gebruikt worden. Daar zitten we meestal op. Maar het is niet alleen verbindingen maken, het is ook vooral de bezoekers uitleggen wat het radioverkeer inhoudt. Wat we dan als zendamateurs mogen doen, terwijl de mosterdzijnen die we laten klinken zoals het ooit in al die jaren, in de gloriejaren van Rotterdam, geklonken heeft aan boord. We staan nu bij apparatuur, de zogenaamde sailor apparatuur. Zoals we misschien kunnen zien daar zo bovenin werd dat gebruikt aan boord van de Rotterdam. Dat is medio de jaren 80 is dit geplaatst. Dit zijn twee ontvangers. En dit is eigenlijk het enige wat we nog hebben kunnen reconstrueren van het enorme console wat daar bovenop getoond wordt. Toen de Rotterdam trouwens onder Antilliaanse vlag voer, Papa Juliet Sierra uniform. Ik ben Willem Brinkman, ik ben PA0 WBS. Ik ben een van de leden van de crew van PJ4 Hal. En ik ben een van de duidelijke techneuten. Ik neem vrijwel geen deel aan operatorschap, maar ik zorg op de achtergrond alle technische dingen zo goed mogelijk functioneren. En we hebben vandaag wat metingen gedaan aan het antennesysteem. Cause you're not like those poor old wage slaves. Change your life and start anew. Come and join us on the airwaves. You'll feel free and you'll be happy too. Come and join us on the airwaves. Feel free and you'll be happy too. Mijn naam is Bert Trumpy. Mijn eigen callsign van de radiozendamateurs is Papa Charlie 4 Yankee. Maar hier aan boord van het SS Rotterdam werk ik onder de call Papa India 4 Hotel Alpha Lima. En ben ik in afwachting van een gesprek wat ik dadelijk over de radio krijg met de voorzitter van de vereniging die momenteel op een Engels marineschip in de Theems zit. Dus daar wachten we even op, vandaar dat er even net wat achtergrondlawaai was wat nu door een collega weggedraaid is. Ik kom hier meestal op woensdag. Op de woensdagen aan boord van het schip samen met andere radiozendamateurs die het radiostation hier bedienen. Wat overigens niet het radiostation is wat ooit aan boord van de Rotterdam zat. Ja, mijn achtergrond is de carrière begon bij mij als marconist of radioofficier zoals dat toen heette.
In 1965 ben ik gaan varen tot 1974 als marconist, eerst op vrachtschepen. Daarna op de Statendam en daarna op de Nieuw Amsterdam. De laatste 5 jaar die ik heb gevaren was op de Nieuw Amsterdam. Daarvan waren de roepletters Papa Golf Golf Foxtrot. Maar de Nieuw Amsterdam is in 1974 in Taiwan gesloopt. En nu vaart er gelukkig weer een nieuwe Nieuw Amsterdam. In 1974 heb ik het zeemansbestaan verlaten en ben ik de informatietechnologie ingegaan. Eerst met datacommunicatie, daarna met computers en zo meer softwareontwikkeling. Tot met 2012 en toen ben ik met pensioen gegaan. En na mijn pensioen heb ik deze hobby opgepakt, radiozendamateur. In het radiostation hier, in het radioamateurstation, hebben we verbindingen gemaakt intussen met 149 landen. Bijzondere verbindingen waren toch wel Australië, Nieuw-Zeeland, een paar eilanden in de Pacific. Maar ook wel Groenland, en IJsland, Zuid-Afrika, Sint Helena, het eiland Sint Helena waar Napoleon verbleven heeft. Het eiland Rodriguez in de Indische Oceaan. Dus eilandengroepen in de grote zeeën. Daar zijn vaak ook expedities heen gegaan van radiozendamateurs, omdat op die eilanden geen radiozendamateurs wonen. En zo'n expeditie wordt dan gemaakt om toch vanaf dat eiland verbindingen te maken met de bewoonde wereld. Op mijn borst staat de radioroepnaam van het amateurstation. Papa India 4, Hotel Alfa Lima, oftewel de PI4, HAL. PI4 dat geeft aan dat het een Nederlands verenigingsstation is. En HAL, dat staat natuurlijk voor de Holland-Amerika-lijn. Elk land is aan die eerste paar letters en cijfercombinaties te herkennen. En Nederland is dan PA tot PI. De roepnaam die hier zo op mijn borst staat, dat is duidelijk de radioamateur roepnaam. De roepnaam van de Rotterdam is een heel andere. Schepen hebben slechts 4 letters, geen cijfers erin. En dat is dus Papa Hotel Echo Golf, de PHEG. En met die korte 4 codes, of met die 4 letters, zo maakt hij een verbinding met Scheveningen Radio op de seinsleutel. Door het noemen van die 4 letters. Nou, wat we hier zo altijd uitleggen is dat het radiostation hier, wat nu achter de brug gevestigd is, niet het originele radiostation is. Het originele radiostation was meer geïntegreerd in de opbouw, een dek lager op het sundek en meer naar de midscheeps toe. Dat was gedaan zodat passagiers makkelijk hun gesprekken konden aanbieden en telegrammen konden aanbieden. Nu is het zo dat de laatste jaren van Rotterdam, toen ze als SS Rembrandt voer, in die periode is dat zwarte console waar een Scanty in is aangebracht. En die Scanty dat was de backup voor de telefonie en de korte golf en middengolf telefonie. Wij als radiozendamateurs hebben daar nu een net mooi bureau achteraan of naast gemaakt. En daar kunnen wij nu gebruik maken door onze amateursets neer te zetten. En kunnen we verbindingen maken in, zoals gezegd, in CW of in SSB. En altijd is het zo dat als we met CW bezig zijn en er komen bezoekers, wordt er altijd gevraagd van die piepjes. Word je daar nog niet helemaal gek van? Nee, dat worden we niet, want voor ons is het gewoon een taal. En wat er ook altijd als tweede vraag achteraan komt van hoe ga je dan die taal verstaan? Want het is allemaal alleen maar piepjes zijn het. Nou, dan kan je vertellen van dat er een verhouding zit tussen de punten en de strepen. En dat er ook een verhouding zit tussen, of een ruimte zit tussen de verschillende letters en dat soort dingen meer. En dat het gewoon een aantal jaren studie vergt om dit te kunnen doen. Golf Bravo 2, Romeo November, Papa India 4, Hotel Alfa Lima, retour. Ja, oké, ook al alles goed meegekregen. Bedankt voor het rapport uit Londen. Jullie zijn wat zachter hier hoor, dus ook wat QR in Mexico. Maak er maar 5-7 van, 5-7 en jullie signalen daar, ga je gang. Sluit Papa India 4, Hotel Alfa Lima met Golf Bravo 2, Romeo November. Bye bye.